Dennis Licht werd uit Apeldoorn werd als middellange afstand loper en lange afstand loper meerdere malen Nederlandse kampioen. Tegenwoordig is hij trainer en mede-organisator van de Midwintermarathon in Apeldoorn en staat aan de bar bij Peter. Dag Dennis. Dankjewel. We kijken even naar een filmpje dat we kunnen zien wat je precies doet, hè, met die Midwintermarathon. Leuk. Wat wij gaan doen is, we gaan een running team formeren van 12 ongeoefende lopers, ongeoefende sporters. En die mogen deelnemen aan de Midwintermarathon. Dit is ons team geworden. Het voelt gewoon goed om weer te bewegen en te transpireren. 12 echt inderdaad totaal verschillende deelnemers. Allemaal met een heel bijzonder verhaal. Sommige mensen hebben me echt heel geraakt. En dan kan ook zo'n team elkaar natuurlijk wel helpen. Hè? 1 plus 1 is eigenlijk 3. Gaan ze het allemaal halen? Ik geloof erin. Daar zijn ze inderdaad al weg op de Lowlaan. De eerste 6 heb ik gehaald. En er is geen hond die mij tegenhoudt. En die finish ga ik ook halen. Het gaat goed. Gefeliciteerd. Ja, we hoorden jou zeggen, ik geloof erin. Hebben ze het allemaal gehaald? Ja, ze hebben het allemaal gehaald. En natuurlijk waren er ook genoeg beren op de weg die ervoor zorgden dat het moeilijk werd. Maar ja. Dat als je een kleine klacht hebt, een blessure hebt, zegt niet dat je niet kan trainen. Dus het was een enorme, prachtige ervaring voor alle deelnemers op zich. Ja, ja, het heet een midwintermarathon, maar het is voor jullie geen echte marathon, mag ik hopen. Het heet 42 kilometer. De dag van tevoren is er een trail, maar in principe de marathon is ooit bedacht dat het 42 kilometer zou moeten zijn. Van het ene paleis in Londen naar het andere, geloof ik. En het staat eigenlijk, als je de Dick van Dalen erop naslaat, gewoon voor lange afstand. Ja, ja. En hoe lang is de afstand dan? Officieel natuurlijk, als de marathon is, de 42 kilometer. Ja, maar jouw mensen, wat lopen de mensen hebben de 8 kilometer van Apeldoorn gelopen en waren dus ook alle 12 gefinished. Ja, hartstikke goed. Hey, waarom vind je het zo belangrijk dat iedereen gaat hardlopen? Waarom ik het zo belangrijk vind is dat de meeste mensen houden er een lekker gevoel aan over. Maar dat is ook wel een groot gevaar. Veel mensen die beginnen te snel, die bouwen te snel op. Het fenomeen bucketlist loper is wel tegenwoordig iets wat steeds meer opkomt. Mm-hmm. Hè? Bij de damlopen afgelopen maand hebben we dat ook teruggezien. Een paar weken geleden veel ambulances die uitrijden. Mensen weten niet meer zo goed hoe je op verantwoorde manier kunt hardlopen en dat op een goede manier kan opbouwen. En dat is iets wat we vorig jaar hebben gedaan en volgend jaar weer willen doen voor 12 nieuwe lopers. Ja. Maar hoe lastig is het om mensen aan het lopen te krijgen die eigenlijk nog nooit gelopen hebben? Veel mensen die gooien ze voor zichzelf, zeg maar, of die bouwen een muur voor zichzelf om zichzelf heen. En voor mij is het dan een uitdaging om mensen te motiveren en te inspireren om te laten inzien dat iedereen het kan. Maar soms betekent dat ook bij veel mensen dat ze eerst beginnen moeten met fietsen of met powerwalken. Ik geloof dat veel mensen het kunnen. Ja. Als het niet kan, zal ik het ook zeggen. We hebben hier twee mensen die hebben het gedaan. Hè? Ja. Dus jullie weten hoe moeilijk het is om te gaan lopen. Maar jullie weten ook hoe moeilijk het is om te blijven lopen. Lopen jullie nog? Jazeker, gelukkig wel. Ah, fantastisch. En jullie hebben dus ook uitgelopen. Hè? Wat was de beweegreden om te gaan lopen? Mijn beweegreden was vooral om te gaan bewegen. En in mijn achterhoofd was het overlijden van mijn moeder daar. Mm-hmm. En dat heeft mij ertoe doen zetten om te gaan lopen. Maar heel eerlijk gezegd had ik het idee om na de 8 van Apeldoorn te stoppen. Nooit meer te lopen. Zoiets. Dat dacht ik bij voorbaat dat ik me op ging geven. Maar door het enthousiasme van Dennis hebben we na februari gezegd we willen door. En dat doen we nog steeds. En jouw collega lopen dus ook. Waarom ging jij lopen? Ik ben gaan lopen omdat ik elk jaar trouw mijn man stond aan te moedigen die daar binnen kwam lopen. En toen dacht ik van ja, dat wil ik ook. En dat heb ik jaren gedacht, maar daar kwam niks van. Ik heb vorig jaar mijn levensstijl omgegooid. Dus ik ben bijna 30 kilo afgevallen. Toen kwam het oproepje voorbij van Gelderland Sport. We zoeken lopers of beginnende lopers. En toen dacht ik, nou ja, niet geschoten, altijd mis. Ik ga het eens proberen. En als je dan over oproepje hebt, dit is je kans. Ja. Hier is een camera. Ja, zeker. Roep op voor nieuwe lopers. Ja, we gaan officieel komende periode weer beginnen met het aanbieden van een
een programma op maat voor mensen. Waarbij we voor 12 mensen die een bijzonder verhaal hebben, die kunnen een motivatiebrief opsturen naar Omroep Gelderland. En die nodigen we uit om deel te nemen om een keertje toch voor die Acht van Apeldoorn te gaan. Helemaal onder begeleiding. Dat wil zeggen, je krijgt de begeleiding van een bewegingswetenschapper, een sportfysiotherapeut, krachttrainer, mijzelf als loopcoach. Je wordt gecoacht op gezonde leefstijl. Wij zorgen ervoor dat je daar fit en gezond aan de start verschijnt. Maar, zeg ik erbij, en dat heb je natuurlijk prachtig horen zeggen door Miranda, het stopt niet bij de finish van de midwintermarathon. Wij gaan voor duurzame gedragsverandering. Wij coachen de mensen zodanig dat ze daarna weer doorgaan en voor zichzelf het oppakken of onder onze begeleiding blijven. En dat is ons doel. Heel goed, dankjewel. Ik hoop dat je de 12 vindt weer. En absoluut. Heel veel succes. Dank. Kom maar op met die brieven. Ja.